Inmiddels hebben we contact met Kees van der Spek. Hij was jarenlang de rechterhand van de Vries bij diens tv-programma Peter R. de Vries misdaadverslaggever. Goedemiddag en gecondoleerd. Ja, dank u wel. Wat heeft hij voor u betekend? Ik hoor het nieuws nu ook net, al even geleden, maar ik ben nog aan het verwerken, moet ik eerlijk zeggen. Wat heeft het voor mij betekend? Ik heb bij hem alles geleerd. Op 1 januari 1996 kwam ik bij hem werken tot mei 2012 aan één sector. Wij zagen elkaar vaker dan dat onze vrouwen zagen, werden we altijd tegen elkaar. En hij heeft me in ieder geval geleerd dat wat je onderzoekt, dat alles moet kloppen wat je doet. Dat het echt moet zijn. En je moet je voorstellen, Peter is natuurlijk iemand wiens werk het was onrecht aan de kaart stellen en dat tot in het uiterste voor nabestaanden zijn. Dus als je uitgerekend zo iemand wordt doodgeschoten door mensen die dat niet kunnen hebben, dan is dat natuurlijk inderdaad Nederlands niet hetzelfde, denk ik. Wat zal u het meeste aan hem missen? Alles. Want ik hoor heel veel over zijn gedrevenheid, zijn vriendschap, ook met nabestaanden die al lange tijd geleden contact met hem hadden gehad. Hij behield dat contact, altijd. Nou, wat mensen natuurlijk gewoon niet weten, waarschijnlijk, is dat Peter veel meer deed als wat er op televisie is te zien. Dat Peter kon na 30 jaar nog op de sterfdatum van een kind de moeder ieder jaar een bloemetje sturen. Dat deed hij. Dat deed hij gewoon, want zo hoort dat. Dus hij deed veel meer als wat mensen weten, denk ik. En aan welke momenten moet u nou ineens denken nu, op zo'n dag als vandaag? Ja, misschien toch wel onze avonturen. We hebben de hele wereld gezien, we zijn overal geweest. We hebben zoveel samen meegemaakt. We hebben natuurlijk ook heel veel gelachen en spannende dingen meegemaakt. Ja, hij is natuurlijk ook een beetje mijn mentor geweest bij hem over televisie leren maken. Ik was een jochie van in 32 toen ik daar binnenkwam. En ja, ik heb bij hem alles van het vak geleerd. Ja, maar ook buiten de televisie om. En als we elkaar zagen, ja, we zagen elkaar natuurlijk heel vaak. Het was altijd goed en altijd fijn en altijd gezellig. En, nou ja, wat er vandaag is gebeurd, is natuurlijk toch, ik denk echt dat Nederland anders is nu. Dat is heel erg. En in welk opzicht anders? Wat is er echt nu definitief veranderd in deze rechtsstaat? Ja, het is iemand doodgeschoten. Die werk het was om onrecht aan elkaar te stellen. Op zo'n manier. Zo'n vooraanstaand groot persoon. Die is gewoon weggeschoten. Dat kan toch niet? Ja. Ik heb er eigenlijk geen woord voor. Ik ben er ook nog aan het werken. Begrijp je? Ja, ik begrijp het heel goed. Ik wil u nogmaals condoleren en heel veel sterkte wensen de komende tijd. Kees van der Spek.